Senna El Messaoudi, we zijn hier vanavond in Woluwe. Jij speelt ondertussen al een tijdje bij KV Mechelen, je komt uit Nederland. Hoe gaat het allemaal hier voor jou? Het was best wel wennen om hier op een hoog niveau te komen spelen, want ik kom van DSC, van Etteleur. Mm-hmm. Dus dat is ongeveer de eerste nationale hier in België. Ja. Maar het is tot nu toe aardig gelukt en ik heb een hele leuke team, hele leuke meiden, leuke staf. Dus het is wel te doen. Je hebt ondertussen ook al 4 doelpunten gemaakt. Je bent een van de speelsters die mee daar in de topschutterstand staat voor KV Mechelen. Dat moet plezier doen, denk ik, hè? Ja, dat doet zeker deugd, want dan weet ik dat ik iets betekent voor het team natuurlijk. Dus dat is wel goed. En volgende week staat er dan ook nog een mooie wedstrijd op de affiche. Jullie mogen in het grote stadion afscheid nemen van het seizoen. Hoe voelt dat aan? Ja, dat is natuurlijk speciaal. Veel mensen komen en dat is een ander gevoel omdat je in het stadion speelt. Mm-hmm. Dus dat is extra spannend, extra motiverend om een goede spot te spelen. Ja, en hoe kijk je algemeen? Want je bent denk ik van Marokkaanse afkomst. Ja, want Marokko is geplaatst voor het WK vrouwenvoetbal voor het eerst. Hoe zie jij dat allemaal? Heb je dat een beetje gevolgd? Oh ja, ik volg het helemaal, maar ik ben nog niet in contact gekomen met de vrouwen 1. Mm-hmm. Maar dat komt nog wel in de toekomst. Maar je hebt wel een collega, Ibtissam Bouhara, die in de nationale ploeg ook speelt, hè? Ja, klopt. Ik kijk heel erg op naar haar. Ze is echt een soort van grote zus voor mij. Okay. Dus dat is goed. En ga je het volgende WK in Australië met Marokko? Want ze hebben een leuke poelen met Duitsland onder andere. Eerste match, wordt niet makkelijk. Nee, dat wordt niet makkelijk. Nee, Duitsland is een zware ploeg. Maar ik heb volle vertrouwen in dat Marokko dat we aan kan. Ja, want de mannen hebben het ook goed gedaan, hè, op het WK. Ja, dat hebben ze zeker goed gedaan, hè. Ze hebben iedereen verrast. Ja. Niet alleen, ook België zelfs, hè. Nee, klopt. België hebben ze uitgehaald. Ja. Nee, dat vond ik goeie. Ja, en dus volgende week dan die grote wedstrijd of in het grote stadion tegen Charleroi. Misschien daar nog eens een doelpuntje maken ook, als hij invalt? De doelpuntje of 3 kan, als dat kan. Nee, ik zal mijn best doen. Oké, goed zo. Ik dank je. Veel succes in elk geval. Ja, dank je wel. Jij ook.